Stel je voor dat je op straat loopt en je geeft iemand zo random een duw. Wat zal er dan, denk je, gebeuren? Ja, je krijgt een reactie. Wat de reactie gaat worden, dat weet je niet. Maar je weet zeker dat je een reactie gaat krijgen. In de scheikunde werken we ook heel vaak met reacties. Maar het mooie daarvan is dat de reactie niet onvoorspelbaar is. Maar dat we dan precies kunnen uitrekenen en kunnen bepalen wat er daadwerkelijk gebeurt. En daarvoor hebben we de stoichiometrie van een reactie nodig. En daarbij is het een heel belangrijk principe. Namelijk, als je een reactievergelijking opschrijft, en dan heb je evenveel atomen van een bepaalde soort aan de linkerkant, en evenveel krijg je dan aan de rechterkant terug. Er verdwijnt niets. Als we met dat principe eens gaan bekijken, stel je voor dat we een reactievergelijking gaan opstellen met stof A plus stof B maakt stof C plus stof D. Denk nog even terug aan het vorige voorbeeld. Stel je voor dat je iemand een duw hebt gegeven. Maar diegene maakt deel uit van een grotere groep. Dan zou je waarschijnlijk niet alleen maar reactie krijgen van die ene persoon, maar ook van de hele groep. En zo is het in de scheikunde ook. Soms heb je meer van de ene stof nodig om te zorgen dat je een eindproduct kunt krijgen. En soms krijg je meer stof dan dat je van de ene stof erin stopt. En hoe bepaal je dat dan? Hoe zorg je ervoor dat je weet hoeveel je van de ene stof of voor de andere stof nodig hebt? Dat betekent dat je de coëfficiënten van een reactievergelijking wilt bepalen. En daarbij het principe in de gaten houden dat voor de pijl heb je evenveel van de ene atoomsoort als na de pijl. Dus als je begint met 4 koolstofatomen links, krijg je uiteindelijk ook 4 koolstofatomen rechts. En laten we dat eens doen voor de volgende reactie. Stel je voor, je gaat lekker barbecuen en die barbecue die wil maar niet aan. Dus je wil zorgen dat die wat sneller aangaat, dus je doet wat ethanol erop, wat bioethanol. Nou, dat fikt dan lekker. En je vraagt je af, ja, welke reactie treedt hij nu eigenlijk op? Laten we eens kijken voor die reactievergelijking wat de stoichiometrie van die vergelijking is. Als we ethanol hebben, dan hebben we C2H6O. Ik schrijf nu gewoon alleen de molecuulformule op. Plus O2 geeft CO2 plus H2O. Is deze reactievergelijking nu al kloppend? Zijn we gelijk klaar? Helaas, we moeten werken. Hier zie je 2 koolstofatomen en hier zie je er maar 1. Dus je ziet al, die klopt niet. Dus we moeten zorgen dat we aan beide kanten evenveel krijgen. En dat doen we door de getallen voor die atomen te veranderen. En dat is eigenlijk een soort van puzzeltje. Nou, dat is leuk, hè? Toch voor je ontspanning kun je puzzelen door reactievergelijkingen kloppen te maken. En wat je eerst gaat doen, is stap 1, is eerst opschrijven hoeveel van elk atoom heb ik. Dus hier hebben we er 2, waterstof hebben we er 6 en zuurstof hebben we er 3. Aan het eind hier hebben we er nu 1, hier 2 en hier ook 3. Het is meest handig om, als je een stof hebt die maar bestaat uit 1 atoomsoort, om die tot laatst te bewaren. Want dat is het makkelijkst om dat dan kloppend te maken. Kijk, als we bijvoorbeeld hier wat gaan veranderen, we gaan hier een ander getal voor zetten, dat betekent dat koolstof, zuurstof en waterstof allemaal weer veranderen en dan blijf je bezig. Dus laten we wel beginnen nu met koolstof. Hebben we er hier 2 en we hebben er nu 1, dus laten we hier een 2 voor zetten. Dat betekent dat we er niet 1 hebben, maar 2. Hoeveel zuurstofatomen hebben we dan? We hebben er nu 4, die is 5. We hebben er nu 5. Nog steeds niet kloppend. Laten we dan kijken naar waterstof. We hebben hier 6 waterstoffen en hier hebben we er 2. Dus wat moeten we doen? We moeten deze keer 3 doen. Nu hebben we hier 6 om 6. Maar hoeveel zuurstofatomen hebben we nu? 2, dus dat is 4 plus 3 is dus nu 7. Als we er hier 7 hebben en alleen maar zuurstof klopt niet, dan is het dus heel makkelijk om alleen maar deze te hoeven veranderen. Hier hebben we er al 1. Dus hier, deze moet er 6 opleveren, dus hier maken we een 3 van. Dus gefeliciteerd, je hebt je reactievergelijking kloppend gemaakt. Je hebt bepaald wat de stoichiometrie van deze reactievergelijking is. En je zegt dus, 1 mol ethanol reageert met 3 mol zuurstof. En waarom is dat nu belangrijk? Kijk, als je de stoichiometrie van de reactievergelijking weet, dan weet je precies hoeveel je van de ene stof moet toevoegen om uiteindelijk het eindproduct te kunnen krijgen. En je weet dus ook, als je nu je barbecue opstart,
dat als je ethanol erbij doet, weet je, hé, hij heeft 3 mol zuurstof nodig. En hoeveel mol water krijg je daarvoor terug? Waterdamp, 3 mol. En als je dat doet, hè, dan is het niet meer onvoorspelbaar, zoals die duw aan iemand, maar is het heel voorspelbaar en weet je precies wat er gebeurt.